ik heb heel leuk bezoek gekregen. Ja, dat is lang geleden zeg. Wekelijkse afspraak. Het ziet er keigoed uit. Sorry Sam. Goedemorgen iedereen en welkom bij weer een nieuwe vlog. Het is... Hoe laat? Half twee denk ik. Half één bedoel ik. En... Oh, ik moet sokken hebben, maar hier hangen er geen. Hier zijn er geen. En Celine en ik gaan naar een meeting in Genk. We gaan lunchen bij... Even naar boven lopen voor sokken. We gaan lunchen bij La Posta. Amai, ik ben buiten adem. Ik heb het gevoel dat ik mijn keihard moet haasten. Ik wil korte zwarte sokjes, maar ik vind er geen. Sorry Sam, stealing your socks once again. Ik pik echt altijd Sam's sokken. Omdat die heeft er zo ongekleurde. Allee, zo gewone zwarte en witte. En ik heb er zo alleen maar gekleurde. Er dus meeting in Genk. Een lunchmeeting. Kijk, tof. Kijk er naar uit, want ik ben al eens bij La Posta in Genk gaan eten. En dat was toen kei lekker. Dat is wel lang geleden. Van 2016 of zo, denk ik. Maar die hebben er altijd goed eten. Italiaans, dus dat kan niet misgaan. Hè. En dan, ja, over de meeting zelf kan ik nog niet te veel zeggen. We moeten afwachten hoe dat gaat gaan. Maar daarna kom ik waarschijnlijk even terug naar huis. En dan deze avond gaan Celine. Oei, het ligt. Gaan Celine en ik samen met Alessandra, een vriendin van ons, eten. We gaan eten bij Giuliano in Hasselt, een van mijn andere favorietjes. Sam werkt daar trouwens voor. Allee, die doet de menukaarten en de social media en zo, denk ik. En dat is ook Italiaans. Dat is echt zo goed. Wij zijn aangekomen bij La Posta en we hebben net antipasti gekregen. Het ziet er keigoed uit. Bij La Posta is gedaan. En Rara, waar zijn we nu? Joehoe! Weer al wekelijkse afspraak. Hallo! Ik zit in de auto. We zijn iets gaan drinken met Sarah en Louisa, zoals jullie zagen. En we zijn ook nog Sam gaan verrassen op zijn werk, Celine en ik. Maar Sam zat in een meeting, dus Sam kon niet komen. Maar hij had ons wel gezien door het glas en we hebben eens gewoven. Dat is ook leuk. Nu zijn Celine en ik onderweg. Allee, Celine is niet bij mij, maar Celine is in de auto achter mij. Onderweg naar Giuliano in Hasselt, want we gaan weer eten. Nu met Alessandra, een vriendin van ons. En ik heb eigenlijk totaal nog geen honger. Celine en ik waren net ook aan het zeggen van misschien moeten we tapas of zo, hoe noemt dat in het Italiaans, antipasti of zo nemen. Want we zitten allebei nog zo vol, echt niet normaal. Ik heb wel dorst, ik heb vooral heel veel dorst, dus ja, het zal wel gezellig worden. Ik ben terug. Echt waar, vandaag heb ik gewoon de hele dag gegeten. En gaat het, Mufke? Kom. Kom, Mufke. Kom hier, Muffie. Kom maar. Sharon komt. Types. Vandaag hebben we echt gewoon de hele dag gegeten. We hebben wel natuurlijk deze middag een meeting gehad. En die duurt. We zijn er best vrij lang blijven zitten. Dus het heeft wel even geduurd. En daarom dachten we toen van, als we nu terug naar Céline, toch? Terug naar Beringen moest gaan.
En dan nog eens terug naar Hasselt, want we hadden s'avonds opnieuw afgesproken in Hasselt. Dan zou dat stom zijn. Dus hebben we onze girls van Pew Pew opgehit. Hey schat. Dag schat. Hey. Oh. Dat is lang geleden zeg. Krijg ik kopjes. Krijg ik kopjes, mufke. Krijg ik kopjes. Dag mijn meisje. Hoe gaat het? Nou, mufke. En hier is Milk. En hier is Shelly Belly. Iedereen is hier. Oei, muffin gaat achter de zetel. Hallo. Ik weet niet meer wat ik aan het zeggen was. Hè. Ja, gewoon dat ik moe ben. Want ik ben echt vol gegeten. We zijn dus in Hasselt gebleven en dan zijn we met Sarah en Louisa iets gaan drinken. Want dan hadden we terug afgesproken in Hasselt bij Giuliano samen met Alessandra om weer te eten. Too much food in one day. Maar ik ga niet complainen, want eten is het beste wat er is. Maar ik zit wel proppesvol. Ik heb echt een goede food baby. Sheldon is zo schattig als hij aan het kneden is, kijk. Weet je trouwens dat die dat doen? Omdat die content zijn. Die zijn blij als die kneden. Oei, schatje. Gaat het? Gaat het? Oh nee. Ja, daar gaan we. Schatje. Och, arme Muffy. Heb jij mij ook gemist vandaag? Hey. Negeer mij niet. Heb jij mij gemist? Milky. Heb jij mij gemist? Milks. Oké, dat was duidelijk. Nope. Samen sporten nog, denk ik. Ik denk dat het 9 uur is. Ik denk dat ik het deze avond niet lang ga uithouden. Ik ga zien. Ik ga nog wat tv kijken en Temptation Island is erop. Maar ik heb de eerste, ja ik weet niet, 2 of 3 afleveringen al gezien. Ik dacht dat er 3 waren, maar ik denk nu toch dat het er 2 waren die ik heb gezien. Dus ja, ik ga niet kijken. Want ik heb het al gezien, hè, dus heeft geen nut. Kijk wie terug is. Of wie er is. Wie? 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 Oh, die. Jij, hè? Yay! Hoe was het op je werk? Mijn werk was het goed. Ja? Ja, ik heb heel leuk bezoek gekregen. Ja, ik wou wel zeggen, had je geen leuk bezoek vandaag? Jawel, ik zeg het toch, maar ik had heel leuk bezoek vandaag. Ik kon die alleen maar door een raam zien. En door het zwaaien. Ja, Thalys had me komen verrassen op het werk. Oh, sweet. Ja. Maar ik zat in een vergadering, dus ik moest uit mijn raam zo wijven. Kijk, stom. En ik zat wat te zwaaien. Naar, ik en Celine waren maar aan het zwaaien naar Koen. Want jij keek al sowieso niet. Ik had het niet gezien. Jij was echt zo omlaag aan het kijken. En ik dacht, ja, Koen gaat ons zien. En wij maar... Toen zag Koen het. Toen zei Koen... Oh. Want Koen zwaaide eerst gewoon terug en die deed nog niet zoiets naar u. Nee, en ik zei... Huh? Ik zal maar terugwaaien, zeker. Ja. Ja. Echt? Je had dat nog niet gezien. En toen? En toen keek ik en toen zag ik u. Hè. En zei je toen als Thalisa mijn vriendin? Ja, dat is mijn vriendin. Kent ik, Koen mij niet? Jawel, ja, toen wel, maar niemand die had het niet direct gezien. Niemand op Sander werk kent mij. Sander telt tegen niemand iets over mij. Ja, nee, ik hou dat allemaal geheim. Nee, die aan de balie kende mij ook niet. Maar die zei, redelijk nieuw. Alleen Athena kende mij. En Celine, die zei, oh, de twins! Maar Celine en ik zijn geen twins, hè. Voor... Nee. Nee. Thuis. Ja, nee. Dank je niet. Dit is mijn nieuwe look. Mooi. Vind je dat mooi? Ja, best wel. Zou je me nog willen? Ja. Als ik zo was. En dan nog met mijn dubbelkin. Ja. Zo.
Mooi, hè? Engels. Engels zijn echt alles, hè. Ja. Als ik mij nu al zo film. Ik kan het beter zo filmen, dat is het mooiste. Zo. Ja. You see, guys, it's not the real world, hè. Tips and tricks. It's not the real world, hè. Angles are everything. Ja, laat die wel zo recht aan zitten. Sheldon. Ja, zo recht. Shelly. Shelly. Hey. Wasjes. Wasjes, wasjes. Shell. Hey, wasmachine. Die is zo grappig met zijn poten. Ja, die zit zo vooruit met zijn poten. Daarom, die zat zo recht. Sheldon. Doe eens iets. Oh, ik hoop niet toch. Hoe grappig. Hoe grappig is die? Allee, jong. Oh, ik kan ook zeggen, oh. Kijk eens. Oh, kijk het toch. Echt, hè? Het is toch echt, als je Sheldon als kat hebt, dan kun je toch niet ongelukkig zijn. Ik word er altijd gelukkig van. Dat is echt van... Als ik een slechte dag heb of zo, ja. Dan kom ik gewoon thuis en dan ga ik naar Sheldon en dan ben ik er helemaal blij. Ja, dat is echt. Maar echt waar. Je ziet Sheldon en dan denk je gewoon je eigen... Sheldon? Dat is gewoon grappig. Ja, die maakt echt gelukkig. Kop en wat die doet, is gewoon grappig. Nu is hij zijn achterpoot aan het wassen. Die heeft dus tussen zijn benen zijn achterpoot vast. Ziet? Echt grappig. Oh, Shelly! Shell! Oké, okay, nee. Geen aandacht. Dat is goed geweest. Ja. Laat me nu wassen. Ik weet niet of vandaag zo'n interessante vlog was. Ik heb vooral gegeten. Italiaans. En hoe is Italiaans? Ja, Italiaans, Italiaans, Italiaans. Voor mensen die het nog willen weten, deze middag zijn we bij La Posta in Genk gaan eten, in de Vennestraat. Vennestraat. Dan... zijn we iets gaan drinken met Sarah en Louisa bij de Orangerie in Hasselt. En 's avonds zijn we gaan eten bij Giuliano aan de Kinepolis in Hasselt. Liet je nu een scheetje? Nee, fles water, niet een scheetje. Dus, want vorige keer had ik dat niet gezegd waar we waren gaan eten en iedereen vroeg dat. Dus bij deze. Oké, wij gaan de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Ik vergeet, het is heel belangrijk. Wat? Dat gaan we nu doen. De comment of the... day. Ah nee, hoe zeg ik dat weer? Day. Oké, onze favoriete comment die we gevonden hebben is van Jolien89. Hallo Jolien. Hey Jolien89. Ik ken Jolien. En Jolien heeft al snoepjes gebracht voor de katjes. Echt? Voor Muffin en voor Milky. En volgens mij is die van 89. Denk het ook. Ja, is dat? Ik weet het niet. Die ziet er totaal niet zo oud uit. Ja. Allee, zo oud. Niet dat dat oud is, dat is maar 2 jaar ouder, maar ik weet niet. Dan zou die 29 zijn. Ofwel, is ze 89? Dat is niet, die is niet 89. Ik heb die toch al gezien, die is kei jong. Ja, oké. Okay. Jolien, laat ons weten in de comments hoe oud dat je bent. We zijn wel benieuwd. Want we zijn heel benieuwd. Zijt je van 89? Ja, dat kan wel. Allee, dat zou logisch zijn. Want die schrijft dat aan haar naam. Ja, ik ben een andere reden aan het zoeken. Of wel, ze gewoon die favoriete getal, dat kan ook. Ja, dat kan wel dat die van 89 is. Als dat is, Jolien, je ziet er jonger uit dan wat je zijt. Oké, okay, Jolien zegt, jullie moeten de naam veranderen in Talisam Nyam TV. Of Talignan, zou ook nog wel chic zijn. Talignan. Want jullie maken zo lekker eten. Oh. En Sheldon zijn kopje is echt geld waard. Ja, dat is waar. Dat is waar. En je leest niet alles, hè. Weer zo'n leuke vlog. Ah, dankjewel Jolien. Super lief. Als jullie in de comment of de... Oké. willen komen, dan moet jullie een comment achterlaten, hè. We zeggen, we lezen er elke een leuke comment voor. Een leuke comment, oh, ja. Of course. Niet zomaar, hallo, of leuk, of ik wil een comment of the week worden. Comment of the day. Of
first. First. Dat mag ook niet, of wat? Ja, dat mag. Maar... Dus, samen met hoge eisen. Dat mag, maar die kansen zakken. Oké, dat is een leuke comment. En dit was vandaag de comment of the... Maar jij moet dat... We gingen afwisselen, hè. Ik zou zeggen, dit was vandaag de comment of the... Day! Goed zo. Dit was het voor de vlog van vandaag. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Doe zeker thumbs up of twee vingers in een neus. Ik vind als iemand geen thumbs up doet, dan moet je zijn vingers in zijn neus steken. Iedereen doet thumbs up. Wij doen zo. Waarom? Doen wij zo? Okay. Waarom doet iedereen thumbs up? Ja, iedereen zegt altijd, doe thumbs up en wij zeggen... Ja, op YouTube, die kunnen moeilijk ergens klikken. Ja, twee, ik ga naar YouTube een neus. E-mail sturen. Zet erbij, thumbs up en daarnaast twee vingers in je neus. Wij zouden sowieso twee vingers in je neus. Vind je niet dat mijn tanden er wit uitzien vandaag? Kijk eens op de camera. Ja, mensen zien er altijd wit uit. Ja? Ja. Maar kijk eens. Niet anders dan ik anders. Ik heb die gebleached deze morgen. Echt? Ja. Met? Mijn bleacher. Als jullie eens zullen zien hoe dat ik dat doe, let me know, hè. Dan zal ik ze laten zien. Ja, ik vind dat ze er terug wel wat witter uitzien al. Oké. Okay. Ik was into myself, hè. Dus ja, we zien jullie... Morgen!